Meneer Tobak, ik voel mij een beetje zoals Martinez vandaag. Roberto. Die mensen boekt een klinkende overwinning. Gisteren in de achtste finale, staat in de kwartfinales bij de beste acht van de wereld. En dan nog is er bakkenkritiek. Weet je wat u nu met mij doet vandaag? Vind ik. Ik haal de engagementen van 2016 en 2017. Ik ben in 2016 minister van Energie geworden. We zijn vandaag 2018. In de jaren dat ik verantwoordelijk ben voor hernieuwbare energie, haal ik dus die cijfers met overschot. En nog is het niet goed voor u. Want u zit hier te kwebbelen, eerlijk gezegd, van u praat, maar u haalt geen resultaten. Ik haal ze wel, meneer Tobak. Ik haal ze wel, hè. Zoals Martinez ook de kwartfinales heeft bereikt, hè. En dan kunt u discussiëren, zult u wel die kwartfinales overleven. Ja, allee, bon. We zullen in 2018 zien of ik die doelstelling in 2018 ook haal. Maar dat kan ik nu nog niet zeggen, hè. Alleszins kan u al meegeven, we zijn op de goede weg.